Met toeten met zijn oren. Ja, dit is een typische reactie voor een houtpaard. Als je die tegenkomt, je legt zijn oren naar achter en je slecht gezien. Dus in het houtelement misschien lever of kaalblaas ook iets. Wat valt er nog op bij? Hoe oud is hij? 6 à 7. 6 à 7? Oké, wat valt er nog op bij hem? Verschillende dingen. Als je naar de manen kijkt. De manen vallen in twee stukken. Ja, excuseer, hè. Ik ben eigenlijk heel onbeleefd. Nee. Ik zal het goed maken. Is het goed? Kijk naar zijn ogen. Ja, ook ja. De manen vallen langs twee richtingen. Waar dat ze van kant veranderen, zit er waarschijnlijk een spanningszone. Dat is dus bij observatie kun je al zien, alleen aan dat er hier waarschijnlijk spanning zit. Als ik dan hier ga kriebelen, dat komt wel los. Hij gaat reageren. Wat zien jullie aan zijn ogen? Dat zijn zachte ogen, ja, nu begint het. Zachte ogen, dat wel. Maar wat is er rond die ogen? Een beetje gezwollen. Ja. Dus wat zien we? Hij heeft wat gezwollen ogen. Hij ziet er van moe uit. Hij heeft wat gezwollen ogen. Hij heeft hier waarschijnlijk spanningen. En wat zie je dan die voorbenen? Ja, wat ze nu staan, hè. Dank u. Hoe zet hij zijn voorbenen? Klein beetje zo. Metaalelement waarschijnlijk uit evenwicht. Dus hier zouden we kunnen zitten met hout, metaal uit evenwicht. Dus enkel aan de observatie kun je al heel veel zien wat dat je daarna kunt behandelen. Maar zij zijn eerstejaars, dus jullie gaan zones behandelen. De nekpartij heeft een hele mooie nek, maar er zit wel spanning in. En wat zien jullie hier aan de bovenlijn? Dat is een buik ook, hè. Ja. Als je even met de pony opzij kunt, kom schatje, zeg eens dan niet. En als je hem schuin kunt zetten, kan iedereen zien wat dat er met die bovenlijn aan de hand is. Hier is de knik. Ja. Dit is zeer uitgesproken. En hij heeft voor een jong paard, vind ik, een beetje ingezakt rug. Tanja, ik geef echt geen lelijke commentaar op paarden. Dat is wat ik nu eigenlijk doe, dat is voor het publiek, voor u te laten horen wat er in een observatie gebeurt. Maar voor de eigenaar kan dat wel wat frustrerend zijn. Nee, want ik weet dat het een probleempaard is. Ah ja, oké. Dus hier zit er waarschijnlijk een probleem. En dat probleem weerspiegelt zich in die buik. Als je nu hier kriebelt, zou dat moeten naar boven komen. Ja. Ja, het komt toch een beetje. Het komt, maar niet genoeg. Hier zit ook dus weer al die U van lever en galblaas. En als ik daar hard op duw, dan gaat het echt niet goed gezien worden. Gwen. Oh nee, sorry. Oh, dat is sorry. Dan krijg jij de kleine. Ja, jij krijgt de kleine. Ik had al gezegd van de grootste krijgt de kleine, maar het komt er nog op neer. Dus voor jullie, heel de technieken van de bovenlijn die je kent, blaasmeridiaan, ja. Alle technieken van de bovenlijn. En ook hier, dat is die leverzone die wel... ik zal maar niet hard duwen, want dan krijg ik de stam, denk ik. Oké, wat doet hem nu? Ik zet mijn interesse daar en hij begint daarna te prutsen. Paarden gaan reageren als je op de zone... En u zegt hem van, leg het zo niet uit. De reactie van paarden gaat dus zeggen of je op de goede zone zit of niet. En paarden die beginnen te knuffelen en een beetje shiatsu te geven, dat is dus teken dat je op de juiste zone zit. Oké, jullie mogen ook beginnen werken. En dan Gwen, de pony. Oh, Shetlander. Dag, schat. Hoe is het er nu in kunnen? Oké, paarden die of ponnetjes die direct beginnen likken. Dat is het. Zou dat kan? Maar wat nog, welk element? Denkt het direct? Wat doet chocola altijd? Waarom dat? Welk element is het beste?
Het is paarden die niet anders doen dan aan iedereen zitten te prutsen of excuseer, nu kwamen ze lief en als ik denk dat uw aarde het evenwicht is. Hè? Dus bij hem, hij is, denk ik, hoe oud is hij? Zij? Tanja, hoe oud is de schutter? 12. Dus dat is eigenlijk in de fleur van zijn leven. Hè? Hij heeft een typisch model van een Shetland. Die neigen altijd naar overgewicht. Hè. Dat zijn ponies waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Die moeten op weide zetten waar eigenlijk niks niet meer op staat. Ofwel worden ze enorm. Hè. Ja, haar voorbenen staan een beetje zo. Voorbenen die zo of zo staan, is dikwijls het metaalelement uit het evenwicht. Al de rest van de theorie bespaar ik u, want dan ben ik hier binnen 3 dagen op bezig. Maar dus, wat zou er kunnen werken? Wat flasht er het meest? Welke zone is deze zone? Wat ligt er hier van orgaan? Dikke darm. Dus voor mij is dikke darm wel heel goed om te werken. Het zou kunnen dat hij drachtig is. Ik had nog vergeten te zeggen. Het zou kunnen. En hoe lang zou ze drachtig zijn? 6 maanden. Oh, maar dat is normaal als ze een dikke buik heeft. Is het waar of niet? Het is het twijfelgeval. Ah ja. Oké. Dus, je kent de punten die je niet mag behandelen. Ja. Zij is derdejaars, dus zij mag zwangere paarden behandelen. Want ze weet welke punten en welke meridianen ze moet vermijden. Dus de lieve, zachte shiatsu zal haar heel veel deugd doen. En vraag haar of dat waar is. Zeg het dan tegen Tanja. Ja, inderdaad. Ja, dat weten we het niet eens. Dat zou wel leuk. Goed voor zelfvertrouwen. Oké, dus terwijl dat zij behandelen, ga ik proberen van zoveel mogelijk uitleg te geven van wat ze doen. De mogen is niet tot rust zijn gekomen, ik kan hier dat niet genezen. Het tweede doel van shiatsu is deblokkeren. Zolang dat je ergens in je energie geblokkeerd zit, kun je ook niet vooruit. Als je rug vast zit, krijg je niet vooruit. Dat is het beste doel. En het derde doel is evenwicht. Excuseer, nu moest ik afzetten. Dus het derde doel van shiatsu is evenwicht. Zolang dat je van het ene extreme naar het andere loopt, kun je niet je juiste. Er zijn 2 dingen belangrijk en dat zijn de technieken en de communicatie. Technieken in shiatsu is al wat dat ze doen van drukken, meridianen afvullen, strekkingen geven, doen. Dat is het andere aspect is communicatie. Zolang dat je geen communicatie hebt, geen paard, dan begin je shiatsu. Communicatie wil zeggen, ik bied iets aan, het paard reageert. Ik kijk naar de reactie van het paard en ik kijk of dat wat ik doe goed is voor hem. Je gaat zien dat na verloop van tijd alle 4 gaan ontspannen en ofwel gaan knabbelen aan degene die in de bas staat, maar dat kan niet van die dank voor de shiatsu. Ofwel gewoon gaan doen. Als ze wisselen, dan gaat het paard ook telkens reageren van oei, dat is hier een andere identiteit. Dus omdat de paarden dan ook de tijd krijgen om terug. Voilà. Thank you.
van het paard zullen min of meer duidelijke tekens krijgen. Voilà. Zij begint af te kouwen en de oogstjes kan dan al afkoelen. Voilà. Hier ook de oogstjes gaan toe. Het hoofdje zit zo'n beetje. Dat is dan toch niet zo slecht. Zij heeft zo wat vuur, hè. Heb je mij gezien? Ik ben boos. Maar ik zie het, hè. Ik was dat gaan proberen. Het neusje dat ze wel over en weer gaat, daar is ook van, oh, dit is schitterend. Doe verder, doe verder. Dat is goed. Vuurpaden zijn heel, heel duidelijk in hun tekens. En de keer dat ze kennen, en de shiatsu kennen, dan gaan ze zeggen van, ja nee, daar moesten ze zijn. Van hier ben ik al een beetje. En doe dat de turf. Daarom de houtpaarden daar dus meer last van hebben. Bij mannelijke paarden zie je heel goed of dat ze het prettig vinden of niet. Dat is een... voilà, hij begint af te smaken. Zijn oogstjes gaan toe. Ja, en hij gaat slapen. En zij vindt het leuk. Maar ze is zo'n klein beetje aan het zeggen van, wat gaat er niet wat gebeuren? Dus het is een beetje onrust. Je ziet in die ogen nog altijd een klein beetje van, oei, 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 wat zijn er hier van, bij mij van plan? Als je oogwit ziet, dat is een klein beetje rood. Rood oogwit is een vuur uit even. Als het wit van het oog volledig geel of bruin ziet, dat wil zeggen dat er in het hout ergens iets aan de hand is. Voilà, je krijgt een zucht. Ja. Zij komt de communicatie chakra. Dat is een zeer veilige manier om in communicatie te gaan met je paard. Waarom? Je ziet de tanden komen en de achterbenen kunnen nu niet stampen. Dus met gevaarlijke paarden begin je best gewoon hier contact te leggen. Zij is nu gevaarlijk, verre van, hè. Maar voilà. Goed zo, meisje. Maar. Een andere manier om paarden te kalmeren is die elleboog. Dat is bij de mensen ook het alarmpunt van het hart en het kalmeringspunt van de dunne darm. Dat ligt bij hen hier. Als je die twee punten verbindt, dan kun je van een wild paard een tamme maken. Wat dat ook altijd heel interessant is, als je demo's geeft en je hebt er een die niet blijft stilstaan en je doet dat zo even, dan... En als je dan nog communicatie vraagt... Je weet wanneer dat je energie begint te stromen doordat de ademhaling van het paard of van de patiënt verandert. Dus als je ademhaling zo gaat, kun je zien of dat je shiatsu effect heeft of niet. Maar na enige tijd weet je in je eigen lichaam ook wat dat
wat dat de tekenen zijn dat de energie deblokkeert of dat het terug gaat stromen. Bij mij is dat zuchten of geven. Er zijn er die beginnen te wenen, dat is iets minder aangenaam natuurlijk. Er zijn er die boeren laten. Dus, maar ieder heeft zo zijn eigen manier om te weten wanneer dat er energie begint door te stromen. Nee, meisje. Lekker ontspannen. Dus het eerste doen als je dat je zo hij begint ook serieus te ontspannen, dus dat is goed voor hem. Dat hangt er natuurlijk ook af van het jaar. Dit jaar zijn er heel veel droppen hoeven. Waarom? Omdat het droog gaat, droog nat, droog nat. Dus die hoeven hebben veel meer afgezien. Dus als je nu een paard met hoeven ziet zoals hij, dat is meer of meer normaal, omdat het weer dat ook gedaan heeft. Als er iets scheuren in zijn, of weer een stukje af, dan moet je ook naar leven met het jaar kijken. Dus dat is weer iets dat je moet observeren. Dan moet je kijken naar de boven- en onderlijn. Dat hebben we even gedaan. Dus de bovenlijn en de onderlijn die niet helemaal zijn zoals het moet bij een paard van die leeftijd. Je kunt naar de zijkanten kijken. Is hem symmetrisch? Als je bij mij gaan de studenten op het eerste verdiep gaan kijken in de piste en dan zien ze dus duidelijk of dat de schouders symmetrisch zijn. Er zijn heel veel paarden met een heel ontwikkelde schouder en een weinig ontwikkelde schouder. Dan moet je dan eerst eens gaan zien wie dat erop zit en hoe dat hem rijdt. Want dan is er toch wel een probleem op dat niveau. Maar dat gaat dus een invloed hebben op dat paard zelf ook. Hè. Achterhand, als je achter je paard loopt, dat bekken, dat moet symmetrisch zijn. Als dat zo gaat, dan weet ook dat er daar op die zone een probleem zit en dat je daarop moet werken. De gangen. Als je paard van voor zo loopt, of zo, metaalelement uit deze. Als je paard van achter zo loopt, de meridiaan die daar loopt, is een nieuw meridiaan, dan is er daar iets. Als hem zo loopt, dan is er iets aan de levermeridiaan. Als hem zo loopt, dan kun je beter eens gaan kijken hoe de gans was. Dat geldt voor mensen ook. Ik overdrijf nu wel niet zo, maar voor paarden, als je ze ziet stappen, weet al welke meridiaan je uit evenwicht gaat vinden. Die geniet gewoon. Ja, het is zo geniet. Je kunt ook zien waar je paard, als je dat van de zijkant bekijkt, of dat de schouder niet veel gespierder is dan de achterhand. Manegepaarden hebben dikwijls zeer ontwikkelde schouders en dan een achterhand die precies van een ander paard is. Dan kun je ook de vraag stellen wanneer dat paard gereden wordt. Maar in shiatsu kun je ook zorgen dat die energie van voor naar achter doorstroomt. Ik kan u de meridianen geven, maar ik weet niet wat dat veel zin heeft. Wat dat wel goed is om te weten, dat het dus niet alleen blaas, nier en galblaas meridianen zijn, maar ook dikke darm. Waarom? Omdat die dikke darm dus hier zit. Hè. Het orgaan van de dikke darm zit dus in die zone. Als die meridiaan blokkeert en dat orgaan werkt niet zoals het moet, dan kan die energie niet tot van achter gaan. Dus een paard dat stapt en dan dus niet kan stappen in de voorhoeven, dus dat zo stapt, dan kun je ook naar die darm gaan. Ik kan er weer aan.
Zeg dat ze nog eens wil. Dus de keer dat je weet wat je paard zegt, dan is het heel eenvoudig, heel duidelijk wat je moet doen. Een ander aspect van die shiatsu is die relatie met die eigenaar. Je gaat merken dat als je paard shiatsu geeft, dat een eigenaar geïnteresseerd is. Het is goed om dan bepaalde dingetjes aan te leren wat hij zelf kan doen. En dat kan zijn van een klein massage, dat kan zijn het lievelingsplekje van je paard vinden, waar dat hij het liefst gekriebeld wordt. Waarom is dat zo belangrijk? Als het contact verbroken wordt doordat ze iets doet dat het niet graag heeft, dat het paard niet graag heeft, kun je via die plaats waar hij heel graag geknuffeld wordt, terug contact maken.